Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door HelloFresh. Het is een ze. Ze is vooral online heel groot en bekend. Staat bekend om haar Amsterdamse tongval, haar humor. En het zou kunnen dat je naar de wc moet als je haar naam hoort. Kan. Gisteren had ik Marieke Elsinga te gast. En die heeft het stokje doorgegeven aan iemand die echt knijtertje grappig is. Nienke, ik heb voor jou daar de spruitjes neergelegd. Die mag je het kontje eraf halen, de buitenste blaadjes eraf halen en dan door midden snijden. Leuk trouwens dat je er bent. Ja, enig. Dat vind ik ook. Je vraagt je waarschijnlijk af, wat gaan we maken? Bataatsalade met gefrituurde spruitjes en knapperige kikkererwten. Jij maakt vlogs, maar dan totaal anders. Hoe is dat ooit ontstaan? Heel spontaan. Mijn vriend ging naar het W Hotel. Ik kreeg een berichtje van een vriend van mij die er ook was. Zegt, hey, wat leuk. Ik snap dat jij er niet bent, maar weet je wel wat je mist? Want Lady Gaga gaat zo optreden. Toen dacht ik, wat? En toen belde ik hem. Ik zeg, hey, jij vindt haar helemaal niet tof. Ik wel, kom, naar huis. Dan ga ik daarheen. Toen zei hij, nee, het zal wel niet zo zijn. En eindstand, zij zingt daar, 5 nummers. Super huiskamersetting. Iedereen jij kon mega gewoon fan? Ja, ik voelde me toch gewoon gepiepeld door de universe. Dus ik heb dat toen eigenlijk uitgesproken in mijn mobiel. En zo op Facebook knallen. En ik dacht ook echt, het was online. Ik denk, toen mijn telefoon stil, ik ga slapen. Ik zie morgen wel wat gebeurd is. Ja. En dat was het begin. Als je eenmaal online bent, je kan er niet meer af. Dan moet je online blijven. Juist. Dus zodoende ben ik overgegaan naar de Shitty Diary eigenlijk. Jij bent met spruitjes bezig, die gaan we zo frituren. En daar komt ook een sausje bij. Ken je labne? Uitgehangen yoghurt? Oh, dat is eten. Ja. Nee. Ja. Nee, uitgehangen yoghurt. Ik weet, in een theedoek doe je dat dan zo? Ja, ja, ja. Ik heb wel eens gezien. Steek je vinger er maar even in. Wel. Ja, even in je mond. Romig. Sticky zuur wel. Een beetje zuurig. We gaan hem nog zuurder maken. Zodat je dat zure hebt, dat gerookte, dat echt een dansje wordt in mond. Waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Nasi. Ja, ik weet nooit welke variant wat is. Hè. Ik zie het nu in mijn hoofd met de kleuren als een plaatje. Maar dan denk ik, is het nou de Alesi? Zoals of de menukaart, die. Okay. Lekker bezig. Zullen we aan tafel? Ja, let's go. Ga ik het even, chef. Oh, ik ga je laten kiezen. Ik gooi iets voor de voeten en je moet meteen zeggen dit of dat. Ben je er klaar voor? Pressure. Let's go. Films of series? Series. Een week niet gelachen of een week niet praten? Een week niet praten. Ja? Ja. Oké. Lunch of diner? Diner. Borst of willen? Oh, dat is moeilijk. Willen. Aan tafel of op de bank met je bord op schoot? Aan tafel. Aan tafel. En dan de laatste, waar kan ik je s'nachts voor wakker maken? Ja, Surinaams eten dus, hè? Nienke, jij geeft niet het stokje door, maar ik heb maandag wel een nieuwe gast. Oké. Okay. En ja, zij mogen toch niet weten wie het is. Oh. Oh, dat is wel de brandjesblusser, denk ik. Ja, ja, zeker. En hij is altijd het zonnetje in huis. Ja, ook leuk om te kijken wel. Ja, zeker. En hij is heel handig met klussen. Toppertje, denk ik wel. Weet jij wie het is? Laat het dan onder hier in de comments below weten. En om 6 uur maandag is hij. Ik weet nog niet wat ik ga maken. Hij heeft toch een... Mm. Ja, je best wel wat ik ga vragen? Mm-hmm. Oh, oké.